gevaarlijk balverlies. Simons. 4-1 is al mooi voor NAC, maar 5-1 is nog mooier voor NAC. Maar Beukenkamp redt Sergio. Stuart dan nog, opnieuw Sergio. En dan is de 5-1 toch nog daar. En loopt het in de tweede helft enorm op. Het tekent de gretigheid van NAC. Dat bleef jagen op een hogere score. En die uiteindelijk ook vindt in de extra tijd. 5-1 wordt het door deze treffer van Sergio. NAC boekt de eerste overwinning van het seizoen. Penders. Cristiano. Veer. Als die bal inhaalt en die mogelijkheid bestaat. Voorzet van Veer. Verdedigd door Luipers. Opgepikt Dominique. En nu Sergio. Goed schot. Heel goed schot. 1-0 NAC. 38e minuut. En de 19-jarige Braziliaan valt in de armen van zijn trainer. Na het afleveren van dit diagonale schot van buiten het strafschopgebied voor de 1-0. En als er één ploeg aanspraak kon maken op een treffer, was het tot nu toe NAC wel. Mooie beweging, Stijn. Sergio. Schreuder. Oh, mag door. Sergio. En het is alsnog 2-0 in de slotminuut van de eerste helft. En nog geen minuut nadat in mijn ogen NAC ten onrechte geen penalty krijgt. Maar slechts een vrije trap. Is het Sergio die alsnog voor de nodige opluchting zorgt in Breda. Opmerkelijk voor hem. Terug uit Brazilië. Zijn vader in coma. Dat is de reden waarom hij weg is geweest. Komt als invaller. En scoort. Het wordt, ik vermoed, Sergio. En die scoort. Prachtig. Goede trap. 3 minuten voor tijd. Zijn tweede van de avond. En het is een mooi slot aan deze partij. Hij kwam erin als invaller. Hij gaat er voortijd weer uit. Met een volkomen terechte publiekswissel. Sergio. 2-0 gescoord. Opnieuw Sergio. Cristiano. Op zijn akkertje. Wordt niet aangepakt. Kijkt opzij. Daar is zijn maatje. Sergio. En na 38 minuten voetbal is het 2-0 voor NAC. Eenvoudig zoals het eruit ziet. Slecht zoals er wordt verdedigd. En droog zoals Sergio binnenschiet. Het is een kostelijke wedstrijd in een zeer hoog, zeg maar, Engels tempo. Sergio. Het gaat gevonden! Het gaat ook!